Goeiedag, beste mensen uit Assen. Mijn naam is Mark de Hond en op 18 november treed ik op in theater De Nieuwe Kolk. Ik zou het geweldig vinden als je zou komen kijken. Mijn nieuwe voorstelling heet Wie bang is, krijgt ook klappen. Hier is alvast een fragmentje. Hopelijk tot 18 november. Ik was als klein mannetje ook al bang voor haaien. Ik was bang voor haaien. Dat kwam natuurlijk door die film. Ik had die film gezien. Jaws. Ja, Jaws. Ik had die film Jaws gezien. En dan was ik zo bang van. En op dat moment was ik als een dood. Om op het eerst een leven te zien. Gelukkig had ik al iets van een soort veiligheidsmaatregel. Ik liet mijn jongeren van op het eerst. En waarom? Amsterdam draaien in de bioscopen. Die film Amsterdam, daardoor was ik zo bang. Ik was zo bang voor de Amsterdamse grachten. Dat ik als we met onze familie Amsterdam Centrum ingingen en mijn vader langs de gracht parkeerde, dan durfde ik nooit als eerste de auto uit. Gelukkig had ik wel iets van een veiligheidsmaatregel. Ik liet mijn jongere broertje van al het eerst de auto uitgaan. En ik was ook bang voor meisjes. Ik was altijd heel erg bang voor meisjes. En het allerergste dat me ooit met een meisje gebeurd is, dat was Marjolein. Marjolein, dat was het knapste, leukste, liefste meisje van onze middelbare school. En daar was ik altijd wel verliefd op. Tatjana en Marjolein was ik op verliefd. Mijn hele middelbare schooltijd. En op een dag heb ik al mijn moed verzameld. En toen heb ik Marjolein uitgenodigd voor mijn 17e verjaardag. En tot mijn verbazing zei ze ja. En ze kwam ook nog. En ik vond het aan de ene kant fantastisch. En aan de andere kant, Dante. Het knapste meisje van onze school was gewoon bij ons thuis. En halverwege het feestje kon ik Marjolein even nergens vinden. Dus ik denk, hè? Waar is ze nou? Dus ik ben Marjolein gaan zoeken. Ik ben de trap opgelopen. Dat kon ik toen nog. Ik de gang door. Kom ik bij de slaapkamerdeur van mijn vader. Die zit dicht. En aan de andere kant van die deur hoor ik heel zachtjes hoor ik gekreun. Wat is dit nou? Ik ga die deur open. En ik zie daar poedelnaakt op bed liggen Marjolein. Met net zo naakt daarnaast mijn jongere broertje. Ik zeg, wat heb je te bedenken? En mijn broertje kijkt me strak aan en zegt, Mark, zo weet je toch? Als jij bang bent, dan moet ik eerst.